Het is absoluut een offer. En ja, het is vreselijk dat je dat van je kind moet vragen of moet verlangen. En dat wil je niet. Ik kan het risico niet nemen en het gaat niet eens over mezelf. Ik kan niet het risico nemen dat mijn kind straks op de 15e, 16e, 17e geen moeder meer heeft. Want ze heeft alleen mij. Ik ben de enige ouder die ze heeft. En ik kan niet ook nog wegvallen. In eerste instantie, toen in maart het erger begon te worden, hebben een paar dagen voordat de scholen sloten, zelf al besloten van ze blijft nu thuis. Ja, op dat moment dacht iedereen dat het maar heel kort zou zijn. Het bleef en het is er nog steeds. En we hebben er dus niet terug naar school kunnen doen. Ik was met Frans. We waren ook al in lockdown voordat de officiële lockdown inging. Toen was Mila ook thuis. Toen heb ik het ook overlegd met school. Van ik hou haar thuis, want ik weet het niet. Was school toen ook. Zei ja, prima, moet je vooral doen. Want volgens mij komt er toch een lockdown aan. Dus die paar dagen. Natuurlijk was ik ook zenuwachtig om het zelf te krijgen. Maar ik was meer van, als ik het krijg, dan krijgt mijn moeder het sowieso ook. En als ik het krijg, dan ben ik wel lang ziek. Maar voor mij is het lang niet zo gevaarlijk. Ik heb de afgelopen 3 jaar elk jaar een longontsteking gehad. En daarnaast was ik hartpatiëntje, waardoor dus een deel van mijn bloed niet gezuiverd werd en ik altijd antibiotica moest. Met als resultaat dat ik bijna geen immuunsysteem heb nu zelf. Dus ik heb mijn huisarts wel gebeld. Heb ik het goed dat dit voor mij een hele vervelende virus is? En ze zegt van nou, we weten er nog niet genoeg van, maar je valt zeker in de risicogroep. Ik ben nierpatiënt, dus als ik door corona ergens schade oploop, kan dat best betekenen dat ik daarna nooit meer getransplanteerd kan worden, of in ieder geval heel lang niet. Dat betekent ook dat ik echt in de hoogste categorie risicogroep val voor corona. Dat er een grote kans is dat corona voor mij niet goed af zou lopen. De zomervakantie afgelopen was bijna. Toen was ze wel even verdrietig. Ja, ik zou ook wel echt naar school willen, mama. Ja, dat snap ik. Liever denk erover na. Als je dat echt wil, dat je dat echt belangrijk vindt om toch naar school te gaan, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. En onze bovenste verdieping, daar is een aparte badkamer nog. En dat is een grote verdieping. Daar zou ik me eventueel volledig kunnen afzonderen. Toen ik dat aan Oriana voorstelde, begon ze eigenlijk te huilen. Ja, maar dan, ik wil niet dat ik jou niet meer kan knuffelen. Dat was het letterlijk. Ja, maar ik wil jou knuffelen. En dat is belangrijker dan dat ik bij mijn vriendjes ben. Als ik het krijg, zou ik het aan mijn moeder kunnen geven. Dus kan ik ook niet op school gaan. Behalve als ik weg van mijn moeder weggaat of ik weg van mijn moeder, maar dat wil ik helemaal niet. Zou je dat kunnen opgeven, je moeder niet knuffelen? Nee. Waarom niet? Omdat ik namelijk te veel van haar hou. Ik vind dat ik thuis ben niet zo erg, want het is heel gezellig hier en ik heb het prima naar mijn zin, maar ik mis natuurlijk wel heel veel mensen en dus het zijn dingen die ik had willen doen deze zomer die niet kan en zo. Het is niet veilig. Het is onveiliger nu dan toen we in de lockdown gingen. Hier op deze locatie sowieso. Ik kan het risico niet nemen en het gaat niet eens over mezelf. Ik kan niet het risico nemen dat mijn kind straks op de 15e, 16e, 17e geen moeder meer heeft. Want ze heeft alleen mij. Ik ben de enige ouder die ze heeft. En ik kan niet ook nog wegvallen. Maar voor een moeder moet het natuurlijk een ontzettend lastig dilemma zijn. Want een kind van 6 moet thuis blijven vanwege uw gezondheid. Ja, dat is vreselijk. Dat is ontzettend moeilijk. Die keuze is ook moeilijk. Wat mis je dan het meeste van de klas? Mijn kinderen zien. In plaats van alleen maar grote mensen. Je vult dit in met je groepje. Kijk je of je alle stappen hebt doorlopen. Gelukkig nu ze dus inderdaad de hele dag via de laptop in de klas is, heeft ze wel weer meer contact met andere kinderen en kan ze daar af en toe gewoon gezellig mee kletsen. Maar daadwerkelijk fysiek met een ander kind spelen, ja, dat heeft ze sinds half maart niet meer gedaan. Ik bel met mijn vrienden heel veel.
En ja, videobellen en ik game online met vrienden en zo, dat soort dingen. Maar het is toch anders als je de enige in de klas bent. Want dan hebben ze weer aandacht voor de klas nodig. En dan doen ze bijvoorbeeld een opdracht waar je met z'n tweeën mee moet doen. En dan word ik een beetje vergeten. Weet je wel, dat soort dingen. Dat gebeurt? Ja, af en toe wel. Dat zorgt er ook voor dat ze buiten de groep valt, ongewild. Kunnen die kinderen niks aan doen? Kunnen zij niks aan doen? Maar het gebeurt wel. En daar ligt mijn taak, om te zorgen dat ze niet in een isolement raakt, dat ze nog wel ook wat sociale ontwikkeling meekrijgt. Daar ligt een zware taak voor mij en misschien ook wel een beetje voor school. Frans, wiskunde. Ik heb woensdag sport en spel, daar staat dit voor. Maar daar doe ik niet aan mee, want dat kan gewoon niet natuurlijk vanuit huis. Voelt het een beetje als een huisarrest? Een beetje wel. Het is, zeg maar, ik weet dat het natuurlijk, ik kan niet anders en ik vind het niet heel erg. Maar het is wel, ja, het is gewoon jammer. Vooral voor iemand van mijn leeftijd. Het is gewoon, je wil dingen doen. Ja. Eigenlijk heeft ze huisarrest. Ja, een beetje wel. Een chronische ziekte kost al genoeg van het gezin. Mijn kinderen moeten meer in huis dan heel veel van hun leeftijdsgenootjes. Ze moeten er vaker rekening mee houden. Ze kunnen vaker dingen niet. Ik kan vaker ergens niet bij zijn of aan meedoen dan andere ouders. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Het is geen lichte beslissing. Ik ga liever zo lang zonder school dan zonder mijn moeder. Ja, gelukkig houden mijn kinderen genoeg van mij dat ze er zelf ook heel graag rekening mee wilden houden. Maar ik, ja, tuurlijk, als moeder wil je het niet. Als moeder wil je niet een last zijn voor je kinderen, op geen enkele manier. Ik zit dan daar met die fotootjes. Dat is jouw kamer. Heeft uw dochter in feite huisarrest? Ja, wij alle drie eigenlijk. Het is absoluut een offer. Ja. En het is vreselijk dat je dat van je kind moet vragen of moet verlangen. En dat wil je niet. Maar als ik inderdaad corona niet goed zou krijgen en niet goed doorkom, dan heeft ze of geen moeder meer, of gewoon een moeder die echt helemaal niks meer kan en als half kastplantje op de bank of in bed hangt. Dan is dat die periode die we nu hebben, is dat waard, denk ik. Het mooie is dat ik het wel eens gezegd heb van ja, het is mijn schuld tegen haar. En dat zij me dan een dikke knuffel geeft en zegt, nee hoor, het zijn je stomme nieren, het is niet jouw schuld. En zij snapt dat. Zij snapt dat. En daar heb ik mazzel mee.